Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we weer een mooi dienblad opmaken. Het vorige dienblad was heel snel uitverkocht. En ik kreeg de vraag, wil je nog eens een keer zoiets maken? Want ik vond hem zo leuk, maar ik was net te laat. Dus dat gaan we vandaag doen. Er werd ook gevraagd, kun je hem misschien maken dan in een wat andere kleur? Of dat we kunnen kiezen. Nou, dat gaan we vandaag ook doen, dus voor ieder wat wils. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Dit kost helemaal niets, maar dan blijf je te hoogte van alle leuke video's die ik maak. En alle leuke winacties die regelmatig voorbij komen. Dus dan mis je helemaal niets. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Bestellen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Daar vind je het onder kopje cursuspakketten. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland, dus waar je ook woont, komt gewoon naar je toe. En vandaag gaan we dus aan de slag met een natuurlijke ondergrond, het houten dienblad. Je hebt hem misschien al eerder voorbij zien komen, maar vandaag gaan we op een hele andere manier opmaken. Het is sowieso een heel mooi, kwalitatief heel goed dienblad. Dus dat is heel erg leuk. En je kan hem dus bestellen in het roze, goud of rood. Dus wat je daarin het mooist vindt. En ik zal straks aan het eind ook even laten zien wat het verschil is in kleuren. Dan gaan we nu gauw aan de slag. Wat we gaan doen is, we gaan met glaasjes werken. Ik ga hem in de roze variant opmaken, want dat vind ik zelf gewoon heel erg mooi. En ik dacht, dat is gelijk leuk bij mij op tafel. En ik heb verschillende flesjes weer. En een mooie zoutvaccine houden. En dit verdelen we op het dienblad. En dit doen we ook met de ronde glaasjes. Dus dat het allemaal een mooi plekje krijgt. En het mag allemaal wel iets uit elkaar staan. En daartussen verdelen we weer kleine stukjes bolmos. Dit geeft een mooi natuurlijk effect en geeft ook uiteindelijk rust in het stuk. En het ene groepje mag best wat groter zijn dan het andere groepje. Zo, ik verdeel het op 3 verschillende plekken, maar daarin kan je je eigen stijl geven. Dan heb ik ook wat schors en dat verdeel ik er ook tussendoor. En je mag voor mij best wel wat dienblad blijven zien, dus je hoeft het echt niet helemaal vol te gooien. Dat vind ik juist ook wel heel erg mooi en geeft uiteindelijk ook wat meer rust. Ik werk meestal in wat grotere groepen. Zoals je ziet. En dan heb ik ook nog een leuk plantje. En ik vind het wel leuk om die in het glaasje te doen. Het kleine glaasje. Nou moet die even iets opgehoogd worden. En het potje werk ik af met een beetje Tillandsia. Dan heb ik de flesjes gevuld met water. En hier heb ik al een hele mooie basis gemaakt. Maar er mist nog wel even iets body in. Daarvoor gebruik ik een mooi houten hart. Die ik erbij tussen leg. Dit blijft wel mooi natuurlijk. Maar geeft net iets meer volume in het stuk. Het kan zijn dat je dan nog even iets wat dingen moet verzetten. En door wat met grotere objecten te werken, brengt het ook wat meer rust in je stuk. En ik voeg alvast eventjes de vaccines toe. En dan is het tijd om met de bloemen te gaan werken. Ik ga op dezelfde manier als bij het vorige dienblad op verschillende hoogtes. Mooi zwierig. Maar wel in wat warmere tinten. En ik verdeel dit gewoon in de verschillende glaasjes op verschillende hoogtes. Thank you.
en alles heeft een heel mooi plekje in het stuk. Maar soms merk je in het steken en als je bezig bent dat iets nog echt iets mooier tot zijn recht komt als je het iets verschuift. Want ik heb nu aan de buitenzijde best wel veel hoogte en ik wil het juist iets meer naar het midden brengen. Dus ik ga het iets anders indelen. Daarin kun je dus met zo'n dienblad juist heel mooi spelen. Want ik wil iets meer hoogte in het midden brengen. Let wel goed op dat als je de vaccines wil aansteken, dat je bloemen niet in het vuur komen. Dus dat je daar even rekening mee houdt, mocht je ze aan willen steken. En nu kun je al zien dat het heel veel doet door eventjes iets te ruilen. En zoals de gerber heeft een beetje dezelfde vorm als dat bloemetje, nou kan dat versterken, maar ik vind het mooi om iets daarin te ruilen. En nu kun je zien dat alles gewoon net wat mooier tot zijn recht komt in het stuk. Dus speel daar gewoon mee. En dan vind ik hem echt super mooi speels en heb je een heel mooi stuk op tafel. Wat je elke keer natuurlijk wel leuk kan vervangen. Een paar leuke bloemetjes en het is heel erg leuk. Dus op die manier kan je een dienblad heel mooi opmaken. En heb je er elke keer heel leuk plezier van. Het leuke ervan is dus dat dit niet zo hoog is opgemaakt. Dus je kunt hem leuk op tafel zetten. Kan je nog makkelijk overheen kijken. Vooral mannen vinden dat altijd heel vervelend als ze de televisie niet goed kunnen zien. En dat begrijp ik. Dus op deze manier kan je hem heel mooi opmaken. Ik zal jullie ook nog even de andere kleuren laten zien. Dat je kunt zien in welke kleur je hem kan bestellen. Je kan hem dus bestellen in de roze variant. Dus met de roze glaasjes. De bordeaux rode glaasjes en de gouden glaasjes. Eigenlijk is het allemaal echt super mooi. Dit is ook heel mooi voor het najaar. En het goud is ook gewoon heel erg leuk. Zou ook bij mij in huis passen. Dus wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus water en tumult, het komt gewoon naar je toe. En dan hoop ik dat jullie dit wel een leuke video vonden. Ik vind het in ieder geval een super gaaf dienblad. De dienblad op zich is gewoon echt al super mooi. En om deze manier op te maken heb je gewoon een stuk wat heel lang houdbaar is. En wat je met een paar bloemetjes elke keer weer heel leuk kan maken. En wat ook leuk is, is dat je het dan elk seizoen kan aanpassen. Straks met de herfst doe je iets van herfstmateriaaltjes op. Mooie dennenappeltjes en natuurlijke materialen van buiten, vruchtjes. En met kerst doe je er weer een paar kerstballetjes op. Dus dat is heel erg leuk. Een heel mooi stuk. Ik hoop dat jullie het wel leuk vonden en zie je mij de volgende keer weer. Doeg!